Het is Ranatori, welkom erbij. In deze aflevering vervolgen wij het gesprek met Ruben Del Prado, de voorzitter van 597 Netwerken. En we zullen het hebben over het plan van deze partij voor de periode 2025-2030. Ruben, welkom in het programma. Welkom thuis bij mij, Nathaniel en crew. En heeft het plan voor Suriname uh, door 597 Netwerken uitgebreid. Uh, Uitgelegd of uiteengezet. Um, wat ziet u als uitdagingen bij het uitvoeren van dit plan? We zijn een klein bestuur. Wij coördineren. De grootste uitdaging is dat de goede mensen die er zijn. Want mij is dat ja, alle, alle goede mensen zijn weg. Het is allemaal in Nederland, in ja, Amerika, en het buitenland. Weet je hoeveel goede mensen? Oké. Oké. Goede mensen. Experts. Onbespoten, zoals Philia Kramp dat noemt. Corruptievrij. Goede mensen die bewezen hebben wat ze kunnen in hun privéleven en ook in de praktijk, in bedrijven, in de overheid. Goede mensen. Jij bent een van ze. Waarom kom je deze resultaten niet met ons doen? Toen mensen ik benaderd heb, wij benaderd hebben, Ruben, ik ondersteun je hoor, ondersteun je, maar in elkaar mening, ik zal je helpen schrijven, dingen helpen zeggen, maar in elkaar mening, want ik ben consultant in dat bedrijf. Mijn NDO heeft een contract met die minister. Um, mijn familie, politieke rancune heet dat. Mensen zijn werkelijk bang om hun naam te zetten onder resultaten van 597, omdat zij ergens zitten waar hun baas of hun politieke leider, hun goeroe. Voorie, voorie, voorie. Gaat zeggen nee, sorry hoor. Je bent nu bij mij. Je kan niet gaan helpen met het veiliger maken van Suriname. Suriname is een veilig land maken. als een van de negen resultaten. Want je bent bij mij partij. Je gaat het niet daar doen. Je moet dit doen voor de partij. Dat is de grootste uitdaging. Partij, politiek. Het is een ziekte. Het is een ziekte. Dit is een uitnodiging. Er sumayude, zomaar jude. Er is pee jude. soort partij jude. Er soort biertje soort pisi vakondere jude. Kom toe de sandici. Partij no jinyang. Kan je je vinden aan krat Je vindt je vindt pakket. Partij no jepi. Het land is alleen maar welvarend wanneer door goed bestuur ons natuurlijk kapitaal wordt omgezet in menselijk kapitaal. En negen resultaten zijn behaald wanneer we kunnen zeggen: Suriname is corruptievrij. Suriname is veilig. Suriname is rechtvaardig voor iedereen. Suriname is welvarend voor iedereen. Leefbaar voor iedereen. Niet voor een handjevol mensen die stelen. En liegen en bedriegen. Suriname is duurzaam. Net als al die bomen die jullie stelen. Net is dat goud dat jullie wegdragen. Dit is die olie die nu al op voorschot opgenomen zou worden. Schaamteloos. Suriname is kundig. Kun je nog wat zeggen, Je kan dingen. Je kan de dingen doen die essentieel zijn om in dit land. Ervaren te maken, trots te maken. Dat is kundigheid. Suriname is gezond. Suriname is kansrijk voor iedereen. Dit zijn de negen resultaten. Wie van jullie, wie van u, jong en oud, durft, aba prefuru, aba decati, aba dreef, om in decati maar een voor Maar nee, je verschuilt je in de politieke partij. In hun partijcentrum. Onder de vlag. Bescherm je jezelf. Want daar hoef je eigenlijk niks te doen. Je moet gewoon een grote bek hebben. Je moet bereid zijn om de wensen van een klein bestuur en de vorie uit te voeren. En vooral de wensen van de sponsoren. Oenu? Ik wil jagu sponsoren. O, tukpa. Met wie ga je samenwerken, Ruben? Met wie gaat 597 samenwerken? We willen met je samenwerken. Ik zeg, je wil samenwerken. Wat, over wat? Ken je, ken je het plan? Samenwerken om wat te doen? Samenwerken om mensen te vragen om te stemmen op ons? Nee. Je moet pas op ons stemmen als je weet op wie je stemt. Je stemt op een partij, je stemt op mensen. Je hoeft niet te stemmen op 597 netwerken. Totdat we die negen mensen hebben. Oké, okay? wacht tot 15 december. Dan kan je zeggen: ik stem op jou, op jou, op jou, op jou. Want je hebt geen track record van stelen en liegen en bedriegen. Negen mensen. Dit is de manier waarop je kan aanmelden. am. 597.org. Daar kan je aanmelden. Je kan ook een appje sturen. 597, om 597. Appenstaartje. I am 597.org. Meld je aan. Meld je aan en kom werken. We zijn geen partij van babbelaars en praatjes en beloftes. Als je zegt 597, ik kom werken om het resultaat te berekenen. Dat we weer een leefbaar land worden. En we hebben al een paar mensen. We hebben al een paar mensen die zich hebben aangemeld. En één van deze mensen, ik ga een naam noemen. We hebben al met haar gesproken. We hebben haar ook al gecheckt. Want we gaan je checken. We gaan je checken wat je geschiedenis is. Ben je betrouwbaar? Ga je werken? Ik ga deze naam noemen. Van die mevrouw, een geweldige expert op het gebied van ruimtelijke ordening. Femia Wezenhagen. Ga erop zoeken. Ga naar LinkedIn, zoek erop. En dan nodig ik mensen uit die iets kunnen komen vertellen over Femia Wezenhagen. Kom maar eens vertellen. Behalve dat ze uit een, een goede familie komt. Dat ze een geweldige expert is op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Dat ze geweldige schilderijen maakt. Het is zo'n geweldige kunstenaar. Femia Wezenhagen. Dat wordt er nog niet bevestigd. Het ziet er naar uit dat zij de eerste wordt van de negen. Wie zijn die andere acht? MUZIEK hoe denk u dat de werkwijze um, of de benadering van 597 netwerken uh, um, het vertrouwen zal wekken in de kiezers? We hebben nu wie we zijn, wat we willen bereiken, de resultaten, die actie. Nou, va. Hoe ga je het doen? Dat is Wat we gaan doen is deze negen mensen die gaan wij. De verantwoordelijkheid geven om met het team dat zij om zich heen gaan verzamelen. Want één persoon kan niet plotseling ervoor zorgen dat het landkundig is. Deze persoon gaat een kabinet samenstellen voor zichzelf. Een beetje als een minister. Het is geen zakenkabinet, het is geen technisch kabinet. Het is een alternatief kabinet. Een alternatief kabinet met negen personen. Laten we ze trekkers noemen of... Oh. Ze mogen ministers heten, schaduwministers. Die gaan om zich heen vijf, zes, zeven mensen verzamelen, die net als hun technisch zijn al bewijs hebben geleverd. Deze negen mensen gaan presenteren aan de samenleving hoe Suriname binnen vijf jaar een leefbaar land is. Geen praatjes. Drie A4's in drie pagina's. Een probleemstelling. Een doelstelling, de hou, hoe ze het gaan doen en hoe het gaat worden gemonitord. Drie pagina's. Per negen resultaten. En dat wordt aangeboden aan het volk van Suriname. Want dit is het plan. Wat? Wat is het? We gaan voor de verkiezingen aan het volk presenteren. Dit zijn de negen mensen die hebben gezegd dat zij. De leiding, de verantwoordelijkheid, de decaat die dat durf hebben om deze resultaten te bereiken, met hun team. We hebben ze gescreend. Helpt u ons ze ook te screenen? Dat we ergens, die eind februari 2025, negen personen hebben met een alternatief kabinet, die wij gaan presenteren als kandidaten van het volk. Kandidaten van het volk. Dit begrip is gemaakt door twee mensen. Ik wil die grani nemen. Wim Bakker en Judith De Borg. Ik wil ook de grani nemen van dit plan. Dit plan is heel erg geïnspireerd door iemand die bij ons begonnen als campagnemanager. Steven Cotino. Een tweede persoon. Vibrant. Zeer duidelijk een plan. Maya Parbu, Steven Coutino en Maya Parbu hebben de basis gelegd voor het plan. Ze zijn nu elders. They belong to the world. Niemand is eigendom. Dat heeft niemand Niemand. Mensen zijn wel eigendom van andere partijen. Mensen komen hier. Ruben, ik praat met je, maar ik kan niet leuk praten. Want die zei het toch. En dan gaat de telefoon en dan ziet Harry belt. Ruben, Ruben, man. Voor je, voor je, sukumi. Weg. Zij zijn eigendom. De politici in Suriname zijn eigendom van de partij. Zeg je voor, ik werk samen. een naam noemen, zomaar. Een naam noemen. Ronnie Brunswijk, El Prado, jongen. Kijk, die negen mensen van jou. Dat geen kaas, kom. Kom op onze lijst. Ga op. Ruslan, Gregory kan hetzelfde doen toch? NDP, Jenny, vriendin, kan hetzelfde doen. Kom bij ons op de lijst. Als het dan gebeurt, zijn ze niet meer van 5-9-7. Als ze gekozen worden, want deze negen mensen worden 100% gekozen door het volk. Het zijn kandidaten van het volk. Onbespoten, experts, die hebben gezegd wat ze gaan doen. Geen loze losse, blablabla praatjes. Dan komen ze in het parlement op de lijst van ABO. Op de lijst van de NPS. Op de lijst van de NDP. Of de lijst van de VHP. Op de lijst van de Palo. Je komt op de lijst en zo kom je in het parlement. Op dat moment, bij deze traditionele politieke partijen, bij het eigendom van Brunswijk, Rusland, Santokie en Simons. Laat iemand mij vertellen, en het e-mailadres is 597, apenstaartje, im597.org, dat ik niet de waarheid vertel. Noem mij één parlementariër in de Republiek Suriname, die geen eigendom is van de partij. Iemand is hier komen zeggen, en heeft gezegd, ze hoort lid van ons noemen, nee Ruben. Juno kan boto natu shoro. Nee Ruben, ik ben geen toemofogong. of Dat is de Surinaamse politieke cultuur. Angst. Schaarste. En naar de verkiezingen toe cadeautjes geven. Dat is de Surinaamse politiek. 597 belooft niks. 597 nodigt je uit. Het is ingewikkelds. Negen mensen. Die kunnen, willen en durven. Om Suriname te maken. Dat een land dat corruptievrij is. Veilig is. Rechtvaardig is. Welvaardig is. Leefbaar is. Duurzaam is. Kundig is. Gezond is. En kansrijk is. That's all we need. En jij een van die negen mensen? 597 im 597org Je kunt ook naar onze website gaan, dat plan staat daar als je het wil lezen. Maar lees het alleen als je een beetje verstand hebt. Van wat belangrijk is. Maar als je wil luisteren naar praatjes, dan moet je luisteren naar andere dingen. Je kunt ook naar ons luisteren. We hebben ook praatjes hoor. We kunnen ook praatjes vertellen. Onze praatjes zijn wel, wel waar. Grote verschil. Zo heeft u het gehoord van Dr. Ruben Del Prado, de voorzitter van 597 Netwerken, over het plan voor Suriname. Het plan voor de periode 2025-2030. Hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van deze aflevering van SRAN Bedankt voor het kijken. Heeft u een onderwerp te belichten? Stuur dan gerust een app naar het nummer 8485816. En vergeet niet onze socials te volgen. SRAN snel, scherp, altijd bij de tijd. thank you